Goedendag, dit is Brian. Vandaag in Den Haag met Kamerlid van de ChristenUnie, Eppo Bruins. En hij is heel sociaal bewogen, maar hij heeft ook echt een hart voor sociale ondernemingen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja. Sociaal ondernemers vinden we heel belangrijk bij de ChristenUnie, omdat het ondernemers zijn die niet in de eerste plaats denken aan winstmaximalisatie of hoe krijgen we zoveel mogelijk productie, maar die in de eerste plaats een maatschappelijk probleem willen aanpakken, een maatschappelijke uitdaging. En dat willen ze doen op een duurzame manier en ook op een manier dat ook mensen aan de rand van de arbeidsmarkt mee kunnen doen. En we zien dat heel veel ondernemers sociaal ondernemers zijn. En wij willen die sociaal ondernemers leren herkennen, meer erkennen en ook zorgen dat er regels komen die sociaal ondernemerschap stimuleren. En waarom is het zo belangrijk dat er sociaal ondernemers zijn in de maatschappij? Nou, ondernemers hebben de drive om de maatschappij een stukje beter te maken. Je ziet dat heel veel innovatie, heel veel positieve verandering komt juist vanuit het bedrijfsleven en niet eens meteen vanuit de overheid. En wij willen graag ondernemers op een mooie plek neerzetten in onze samenleving om ervoor te zorgen dat ze ook echt de ruimte krijgen om een positieve impact op onze samenleving te hebben. Hoe kan het klimaat in Nederland worden verbeterd voor sociale ondernemers? Nou, we zien dat sociaal ondernemers nog heel vaak moeten uitleggen van ja, wij zijn een beetje anders, meneer of mevrouw de overheid, als het gaat om aanbesteed. Of wij zijn toch een beetje anders, meneer of mevrouw bij de bank, als we een lening willen hebben. Je moet telkens maar weer uitleggen wat sociaal ondernemerschap nou anders is dan ondernemerschap op een andere manier. En in plaats van het telkens te moeten uitleggen, willen we het benadrukken dat dat eigenlijk de normale manier van ondernemen is. En daar willen we een duidelijke criteria voor aanleggen, zodat je ook een soort label kunt krijgen, een soort sticker kunt krijgen, of misschien een speciale rechtsvorm, zodat sociaal ondernemers ja, met meer voorrang behandeld kunnen worden. En dat het ook bijvoorbeeld makkelijker wordt om te beleggen in sociale ondernemingen. Ja, dankjewel Eppo, voor je steun ook voor sociaal ondernemers. Dankjewel.